Een stoma is een ingreep die voor veel veranderingen in iemands leven zorgt. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er een samenwerkingsverband aangegaan tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en Mediek Combicare. Hierdoor krijgt de patiënt een vaste stomaverpleegkundige, zowel in het ziekenhuis als thuis. Stomaverpleegkundige Annette Gardien van het Haga ziekenhuis gaat langs bij mevrouw Klein om te kijken hoe het enkele weken na de operatie met de stoma gaat. Mevrouw Klein, het is nu 3 weken geleden dat ik u voor het laatst gezien heb. Hoe gaat het nu met u? Ja, ik vind het geweldig. Ik heb geen angst meer van, als ik het maar haal, ik ga weg. En ik hoef niet meer na te denken. Nee. En dat vind ik al een heel pluspunt. Het is gunstig dat er 1 aanspreekpunt is voor de patiënten, omdat de expertise van de stomaverpleegkundige dan optimaal benut wordt. Door die intensieve begeleiding van de stomaverpleegkundige aan de stomadrager wordt de zelfredzaamheid en versneld en versterkt. Door de intensieve begeleiding zie je ook dat de stomadrager eventuele foutjes die er ontstaan eerder herkend worden. Ongeveer 70% van de stomadragers die ontwikkelen wel ergens in hun leven een complicatie. En op deze manier proberen we dat te verminderen. We denken dat deze manier van werken ook op de lange termijn voordelen oplevert, omdat de medisch speciaalzaak op de achtergrond het verbruik van de stomamaterialen monitort. Als een stomadrager meer stomamateriaal gebruikt, dan zou dat kunnen wijzen op een complicatie die ook op lange termijn ontstaan is. Dan gaan we contact opnemen met de stomadrager, gaan we vragen of het allemaal wel goed gaat. En eventueel als er dan een probleem zich voordoet, dan kunnen we dat op tijd behandelen. En we hopen dat de patiënt nog beter kan leren leven met een stoma. We'll be right back.